ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بست منس Het leven bestaat uit momenten, uit dagen en nachten. Dat is de tijd. Dat is onze kapitaal. En het beste waarmee wij ons leven doorbrengen, dat is natuurlijk met kennis vergaren en goede daden verrichten. Daarmee bereiden we ons voor op het echte leven. En het hiernamaals, want dat is het echte leven. Het eeuwige leven. En ongetwijfeld is het beste waarmee je, alhamdulillah, waarmee je dan bezig moet zijn, dat is het boek van Allah Ta'ala. En de sunna van Rasool sallallahu alayhi wa sallam. De sunna van Rasool sallallahu alayhi wa sallam, dat is natuurlijk de verduidelijking van het Koran. En als we het hebben over sunna, dan hebben we het over al-aqwal, dat zijn uitspraken van al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam. En we hebben het over al-af'aal, en dat zijn de daden van al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam. En we hebben het over sunnah, al-iqraar, taqririya. En dat zijn, wat zijn dat ook alweer? Wat is dat, sunnah taqririya? Goedkeuren dat hij iets hoort, het ziet en hij keurt het goed. Dat is de sunna en dat is de verduidelijking van het Koran. En daarmee zijn we nu bezig, alhamdulillah, zoals jullie weten, we zijn bezig met deel am, juz am. Vorige week zijn we gestopt bij de woorden van Allah Ta'ala. Die kuwatin inda dil arshi makin. Klopt dat? Ja. En volgens mij hebben we deze woorden niet behandeld. Bevel. En dat gaan we in ieder geval doen. Qawluhu ta'ala. Die kuwatin inda dil arshi makin. Wat betekent. Een bezitter van kracht. Die een ereplaats heeft. Bij de bezitter van de troon. Het gaat hier om Jibril alayhis salam. Jibril, de engel die belast is met de openbaring. De engel Jibril wordt gekenmerkt, Allah Ta'ala kenmerkt hem hier door twee dingen. Namelijk dat hij krachtig is. En hoe krachtig Jibril is, alayhi salam, dat weet alleen Allah Ta'ala. We weten natuurlijk uit de mededeling van Allah Ta'ala dat hij zeer krachtig is. En we weten ook uit de mededeling van Rasool sallallahu alayhi wa sallam dat hij ontzettend groot is en krachtig. Dat hebben we vorige week gezien. Toch? Dat hebben we vorige week gezien. En toen hij voor de eerste keer verscheen voor Rasool sallallahu alayhi wa sallam, was een gedaante van het. En hij zei, hij pakte hem.
En Rasool sallam was heel sterk. Dat is bekend. Hij was erg sterk. Maar toen Jibril hem pakte. Hij was zo krachtig dat hij dacht, ik ga stikken. En hij liet me los. En toen zei hij, ikra. Dus hij leest voor. En Rasool sallallahu alaihi wasallam zei, ma ana biqari. Wat twee dingen kan betekenen. Namelijk, ik kan niet lezen, want hij kon niet lezen. Hij was een analfabeet. Hij kon niet lezen, nog schrijven. Kan ook betekenen van, wat moet ik voorlezen? Hij pakt hem weer. Tot drie keer toe. En toen zei hij, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. De eerste vijf verzen van Surat al-alaq. Dat zijn de eerste geopenbaarde versen. Hij liet hem toen los. Nou, om het verhaal kort te houden. Vervolgens zei hij, ja Mohammed. U bent de boodschapper van Allah Ta'ala. Ik ben Jibril en u bent de boodschapper van Allah Ta'ala. En hij was weg. Daarna verdween hij een tijdje. Totdat op een gegeven moment, totdat Rasool sallam op een dag, hij liep in Mekka. En hij hoorde een stem. En dat was de stem van Jibril. Ja, je moet deftir. Kom van weer. Hij keek en dat was Jibril. Alayhissalam. En de hemel was niet meer te zien door hem. Dus enorm groot. Onbeschrijfelijk. Hij heeft 600 vleugels. De Jibril is krachtig. Dat is een kenmerk waarmee Allah Ta'ala hem hier heeft gekenmerkt. Die quwwatin 'inda lil 'arshi makin. Die quwwatin 'inda lil 'arshi. Die een eerplaats heeft, dus de bezitter van kracht, die een eerplaats heeft bij de bezitter van de troon. En dat is Allah Ta'ala. De bezitter van de troon, dat is Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala. En Jibril heeft aanzien bij Allah Ta'ala. Hij heeft een hoge positie bij Allah Ta'ala. Allah Ta'ala heeft hem gekenmerkt met grote kracht. Rasool sallallahu alaihi wasallam, zoals we hem gezien, hij heeft hem gezien, heeft hem omschreven, enorm groot. En hij heeft aanzien bij Allah Ta'ala. Zoals we weten, de troon, dat is, als het gaat om de schepsels, dat is het allerbovenste wat er is. Als het gaat om schepsels. En daarboven is Allah Ta'ala. En de troon is enorm groot. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft ons een beetje een beeld gegeven. Hij zei, de aarde vergeleken met de eerste, met ons aardse hemel, dat kun je vergelijken met een stip in de woestijn. Als je nou een euro hebt in de woestijn. En de eerste hemel met de tweede hemel, die is ook te vergelijken met een stip of een euro in de woestijn. En de tweede hemel met de derde hemel, idem dito, tot de zevende hemel. En de zevende hemel met al-ars, met de troon, is ook net een euro, een dirham, een euro in de woestijn. Dus dat is enorm groot. En Allah Ta'ala is op zijn troon. En hij is groot. Hij is niet te omvatten. En de moderne wetenschap, die heeft nu, als je mensen die dat een beetje volgen, die weten inderdaad nu van, ja, als je de aarde gaat vergelijken met zelfs ons aardse hemel, is gewoon een stip. Meer is het niet. Dus we praten over iets enorms, deze schepping. En dat duidt erop dat de maker daarvan, dat de schepper daarvan, ook enorm groot is, onbeschrijfelijk, onmetelijk.
En dat hij ook almachtig is. Want hij kan natuurlijk zo'n schepping niet creëren als je geen macht hebt. En ook alwetend is. Want het is geordend. Een geordend systeem. Alles heeft een eigen plaats. En alles loopt volgens een geordend systeem. Dus dat duidt op het feit dat de maker daarvan, de schepper daarvan, gewoon alwetend is. En ook, zoals ik altijd heb gezegd, barmhartig. Want alles wat we hebben, wat we nodig hebben om te overleven, dat hebben we hier. Het enige wat we moeten doen, is dat we, ja, dat we het moeten krijgen. Nou, Jibril alayhi salam heeft aanzien bij Allah Ta'ala. Allah Ta'ala zegt: Rafi'u darajati dhul arsh yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Yulqi ar-ruha ala man yasha'u min ibadihi. Rafi'u darajat, wat betekent, is degene die verheven is boven alle rangen. Dat is Allah Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. De bezitter van de troon. Hij openbaart en wie hij wil van zijn dienaren. Dus de bezitter van de troon is Allah Ta'ala. En hier het woord makir betekent dat hij een eerplaats heeft. De vraag is natuurlijk waarom. Waarom heeft Jibril alayhi salam zo'n een speciaal plaats bij Allah Ta'ala? Een eerplaats. Dat komt ook, of omdat hij zo'n eerplaats heeft bij Allah Ta'ala, heeft hij hem gekozen om zijn openbaring. Hij heeft hem belast met de openbaring. En hij hoort de openbaring van Allah Ta'ala en hij draagt die over aan de boodschappers. Uiteraard, de eerste boodschap op aarde, dat is Nuh alayhi salam. En de laatste, dat is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, die aan alle mensen is gezonden. Die de werkelijkheid van het bestaan, zoals die werkelijk is, en de mensheid heeft doorgegeven. Die heel veel heeft gecorrigeerd van vorige fouten als het gaat om het bestaan. Die ook aangekondigd is in de vorige boeken. In de Injil, en de Torah, en de Injil, oftewel de Bijbel. Want de Bijbel, dat is de Torah, en de Injil, die aangekondigd is. Met zijn kenmerken. Allah Ta'ala heeft Jibril alayhi salam belast met de openbaring. En dat is de grootste gunst die Allah Ta'ala ons geschonken heeft. Want als we de gunsten, als we nadenken over de gunsten, dan komen we tot de conclusie dat er twee soorten gunsten zijn. Gunsten zoals voedsel, drank, gemeenschap en noem maar op. Ja, en rijkdommen. En vooral als het gaat om zoals drank, voedsel en voortplanting en dat soort zaken. Nou, dat zijn deze gunsten. Die zijn zowel voor de mens als het dier. Dus daar onderscheiden wij ons niet van de dieren. Wij eten, dieren eten ook. Wij genieten van het eten, dieren doen het ook. Wij eten om te overleven, dieren doen het ook. Wij drinken, dieren doen het ook. Wij planten ons voort, dieren doen het ook. Dus die gunsten, die zijn voor zowel de mensen als de dieren. Een andere gunst waarmee Allah Ta'ala de mensheid heeft begunstigd,
En die is specifiek voor de mens. Voor de mensen en ook de djinn. Veel van jullie weten natuurlijk wel, als we praten over djinn waar we het over hebben. Dat is de openbaring. Dat is de openbaring. En dat is de allergrootste gunst die Allah Ta'ala de mensheid heeft gegeven. En zoals hij heeft gezegd, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Vandaar heb ik voor jullie religie voltooid. Wa atmamtu alaykum ni'mati. En daarmee mijn gunst voltooid. Wa raditu lakum al-islam dina. En de islam, dat is de religie waarmee ik tevreden ben. En de islam betekent overgave aan Allah Ta'ala. Doordat je hem alleen aanbidt, en afgoden aanbidt. Doordat je hem gehoorzaamt. Zowel uiterlijk als innerlijk. Doordat je hem dankbaar bent. Dat is de islam. Uiteraard is het zo dat die openbaring, die is gewoon nodig, noodzakelijk, van levensbelang. Want mensen kunnen niet leven zonder regels. Mensen kunnen niet leven zonder regels. Er moeten regels zijn. En uiteraard zijn de regels die van de rechtvaardigen komen, die niemand en niets onrecht aandoet, zijn die regels uiteraard de allerrechtvaardigste. Ik kan wel zeggen de meest rechtvaardige, maar ik vind het woord allerrechtvaardigste nog sterker. De mens kan niet zonder religie leven. Uiteraard, hij kan wel zonder religie leven, maar dan leeft hij als een dier. Eten, drinken, slapen, voortplanten. Ja, heeft hij ook een onderdak. En dan. Maar een mens is meer. Een mens kan niet gelukkig worden zonder religie. Dat is onmogelijk. Als een mens leeft zonder religie, dan is het net alsof hij gevangen zit. En niet zomaar gevangen zit. Hij wil boven deze wereld uitstijgen, maar dat kan niet. Dat lukt niet. En wat merken we ook? We merken dat als de dieren eten en drinken en voortplanten, dan zijn ze tevreden. En zijn gelukkig. Maar bij de mens ligt het toch anders. Een mens bepaalt altijd doelen. Zodra hij die doelen bereikt heeft, dan is er een moment. Hè, dan is er een moment van euforie. Omdat hij datgene bereikt heeft wat hij wil bereiken. Maar daarna houdt het op. Daarna denkt hij van, is het nou alles? Ja, die baan die heb ik nu gekregen. Nou ja, het diploma heb ik binnengehaald. Maar het maakt mij niet gelukkig. En hij blijft steeds verder zoeken. Naar het geluk. Wat hij hier, en dan heb ik het over het absoluut geluk, niet nooit kan krijgen. En dat duidt erop dat de mens niet geschapen is om zijn absoluut geluk hier in het nabije leven te krijgen. En dat hij pas in het hiernamaals, als hij natuurlijk leeft als een gelovige, die Allah Ta'ala gehoorzaamt, dat hij pas in het hiernamaals dat absoluut geluk kan krijgen. En waarom is religie de aller
grootste gunst waarmee Allah Ta'ala de mens heeft geschapen. En een gelovige die goede daden verricht, is ook de gelukkigste. Ook al is hij de armste. Een gelovige die natuurlijk kennis heeft, wel onontbeerlijk. Als je geen kennis heeft, ja, dan zul je niet stand kunnen houden. Klein beproeving en je bent al weg. Net zoals een boom, die een werkelijk boom, sterk is, wortels heeft. Nou ja, wat gebeurt er als het gaat waaien? Die boom die blijft staan. En daarom zeggen ze ook wel, hoge bomen vangen veel wind. Ze hebben wortels. Maar een boom die geen wortel heeft, wat gebeurt ermee? Nou, die wordt gewoon weggewaaid. En dat is ook wat Allah Ta'ala geeft ook ons voorbeeld in de Koran. Alam tara kayfa darab Allahu mathala. Kalimatan tayyiba. Kasharratin tayyiba. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ألم ترى كيف ضرب الله مثلا هل يريد خزين أو بيتي الله تعالى heeft een voorbeeld gegeven. Het voorbeeld is كلمة طيبة. Wat is كلمة طيبة? Een goed woord, een aangenaam woord. Die is te vergelijken met een boom. Asluha thabit. En asl, dat zijn die wortels. Zijn stevig. Wafarawa fissama. En de takken enzovoorts, die zie je boven. Tu'ti ukla kulla hinin bi idni rabbiha. Zij geeft vruchten af. Zij geeft het af. Ieder moment. Bi idni rabbiha. Toestemming van haar Heer. Zo is ook een gelovige. Zo is ook een moslim gelovige. Die zijn geloof heeft op basis van kennis. El kalima tayyiba. Dat is natuurlijk la ilaha illallah. El mu'min. Dat is die boom. El kalima tayyiba. Dat is in zijn hart. La ilaha illallah. Hij is verbonden met de Heer. En ieder moment geeft hij vruchten af. Maar wel geen bittere vruchten. Zoete vruchten. Door zijn daden. Door zijn woorden. Hè? Door zijn uiterlijk. Door de manier waarop hij met mensen omgaat. Zijn gezicht straalt altijd. Als hij een andere tegenkomt, hij groet ze. Komt hij mensen tegen die hulp nodig hebben, hij geeft hulp. Hij helpt. En noem maar op. Dat is een gelovige. Hij zegt alleen maar datgene wat goed is. Want hij weet, alles wat hij zegt, dat wordt geschreven. Dat wordt opgetekend. Hij doet alleen maar datgene wat goed is. En hij gelooft alleen maar datgene wat goed en juist is. En dat is een gelovige. Die nogmaals het echte leven. Zowel hier als in het hiernamaals bezit. Want hij weet. Dat nabij leven hier, dat een proef is of een test voor het hiernamaals. Het echte leven, het eeuwige. En zoals Allah Ta'ala heeft gezegd, men amila salihan min dakarin aw unta. Wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. De betekenis van de vers. Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft, voorwaar, en hem
En hier hem, moet je ook begrijpen natuurlijk haar. En hem geven wij een gelukkig leven. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Kan er een gelukkig leven zijn zonder een rustig hart? Zonder een stabiel hart? En kan er stabiliteit zijn in het hart? Of rust, werkelijk rust zijn zonder de verbinding met Allah Ta'ala? Onmogelijk. En daarom is het belangrijk, zodra je in een verdrietig bui verkeert, gedenk Allah Ta'ala. En dan zal het verdwijnen. En zoals Sheikh al-Islam al-Qayyim zegt, hoe Sheikh al-Islam al-Qayyim zegt, het was zo, als we verdrietig waren, of zorgen hadden, of bezorgd waren, zodra wij Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah zagen, dan verdween alles als damp. Zo zijn ook Ahlallah. Ahlallah, dat zijn mensen die aan Allah Ta'ala doen denken. En als je zover bent, dan zul je ook werkelijk altijd gelukkig zijn. Ook al krijg je te maken met een masai, met onheil. Want een leven bestaat niet alleen maar uit leuke momenten. Integendeel. Een leven bestaat uit voor en tegenspoed. Leven bestaat uit geluk en verdriet. Leven bestaat uit leuke ontmoeting en een vervelend ontmoeting. Zo is het leven. Maar als moslim zijnde, wanneer je te maken hebt met iets wat aangenaams is, je dankt Allah Ta'ala en je krijgt meer. En heb je te maken met een onheil, dan heb je geduld. En daarom is je zaak altijd goed. Walhamdulillah. Dus en wij zullen hen zeker belonen voor het beste wat zij deden. Dus een aangenaam leven hier. Maar waar het voornamelijk om gaat, dat is het hiernamaals. Wanneer je daar aankomt en daar dingen ziet die je nooit hebt gezien in het paradijs. En dingen hoort waarvan je nooit hebt gehoord. En zelfs dingen zijn waarover het hart nooit, of waaraan het hart nooit heeft gedacht. Het is niet te beschrijven. Eén en al genot. Geen haat. Geen jaloezie. Geen afgunst. Geen verdriet. Geen zorgen. Eeuwigheid. Voor veel mensen is het niet eens voor te stellen. Mocht Allah Ta'ala ons van degene maken die het paradijs zullen binnentreden. Dus de gelovige die goede daden verricht en degene die een goed en gelukkig leven heeft in het nabijleven en de grote beloning in het hiernamaals krijgt. De gelovige die goede daden verricht heeft een ruim en gelukkig hart. En hij is tevreden met de voorbeschikking. Allah Ta'ala. Nogmaals, als hij iets goeds krijgt, iets wat aangenaams is, dan dankt hij Allah Ta'ala. En hij krijgt meer. Maar heeft hij te maken met een onheil, dan heeft hij geduld en zijn Allah Ta'ala leidt hem. Zoals Allah Ta'ala heeft gezegd, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Wat betekent, wie in Allah gelooft, hij zal zijn hart leiden. Geleerden hebben gezegd, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, dat is iemand die een onheil treft. En die weet dat het van Allah Ta'ala is, dat Allah Ta'ala dat bepaald heeft, en hij heeft geduld. Allah Ta'ala leidt zijn hart. En zijn geloof wordt sterker. En hij komt er sterker uit. Nou. Goed. Ik denk we zullen het hierbij laten. Inshallah Ta'ala. Of ik noem nog een hadith.
Dus de zaak van een gelovige is altijd goed. Wat die zaak ook is. Zoals uit de hadith volgt. Waarin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt. Ajibtu li amri al-mu'min. Ajibtu li amri al-mu'min. Amruhu kullu khair. In asabathu sarra shaka. Fahuwa khairun lah. وإن أصابته ضراء صبر فهو خير له وليس ذلك وليس ذلك إلا مؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Wat betekent de zaak van een gelovige is verbazingwekkend. Waarlijk, zijn zaak is in het al goedheid. En dat is slechts voor een gelovige. Als hem iets goeds treft, dan dankt hij Allah Ta'ala en dat is goed voor hem. En als hem iets als hem een onheil treft, dan heeft hij geduld. En dat is goed voor hem. Nou.